Final category, boys, 10 years. Alex Hartek staat daar voor Phoenix Europe. Dat is op zoek. Quinten van Bodegraven. Hey, dames en heren Nederlanders, laten we weer even een goed gast hier zijn voor de volgende kandidaten. Met Alex Hartek staat hier Martin Sandrex. De guy van Latvia. We gaan weer naar Nederland met Julian Meisterbos. We blijven in Nederland met Timo Lauwersen. We gaan naar Lyon Valkenswaard met Kasper Piepers. We blijven gewoon gezellig bij Lyon Valkenswaard, want ze doen het goed hier met Bernd Smeets. Dan gaan we naar Mr. Super Duper Memo, Bo Piepers. En dan, last but not least, van Groep Europe, Jamie O'Brink. Gevallen, we gaan onderweg met de 10-jarige hoor. Jamie O'Brink en Bo Piepers. En Bo Piepers is heel goed te pakken. Brink wat minder goed. Het is Piepers en die andere Piepers is ook goed bij hoor. Het is de Piepers van volgens mij de tweede plaats over de Kastor. En dat we gaan naar de tweede plaats. Bo Piepers wil daar toch de snelheid vasthouden. We gaan uitkomen vandaag. Maar het zat er heel dichtbij hoor. Kastor zit er heel dichtbij. Jullie in Bijzenbos kan goed volgen op plaats nummer 3. En waar zit dan die andere rotte man? Jamie O'Brink, daar is in de plaats nummer 4 momenteel. En hij heeft drie man voor zich, dus dat is een hele lange weg te gaan. En we zien dat het een zware weg is over. De laatste twee stukken die zijn natuurlijk heel technisch ook voor deze mannen lastig om overheen te komen. Het gaat in ieder geval goed met Bo Piepers. Hij steeft af voor de overwinning. Bo Piepers was super duper meebal. Gevolgd door Kasper Piepers van Lyon Valkenswaard. En de derde plaats is dan voor Mr. Julian Bijsterbos. Volgende.